Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik begin de vlog weer een dag later. Ik weet niet wat het is, maar op maandag komt het er gewoon nooit van. Volgens mij is dit echt al de afgelopen 3 vlogs zo. Maar goed, ik ben er. Het is nu bijna 8:30. Ik ben echt net thuis. Ik was om 4:15 uit vandaag. En toen dacht ik, oh, ik ga op tijd naar huis. Ik ga lekker nuttige dingen doen. Toen ging het opeens heel hard stormen. Toen dacht ik ga niet door de regen fietsen. Dat ga ik echt niet doen. Nou, toen kwam ik er allemaal mensen tegen. Heb ik met verschillende mensen weer staan praten. Toen kwam Judith nog naar school. En toen heb ik het echt super gezellig gehad met Juliette en Judith. En hebben we echt even heerlijk gelachen. Dus dat is echt heel erg fijn. Maar toen was ik dus echt pas om 8:00 thuis. Terwijl ik om 4:15 uit was. Dus dat was wel een beetje heel erg. Want ik moet eigenlijk echt heel veel doen. Want de tentamens komen eraan. Ik heb gisteren mijn eerste tentamen gehad. Van musicalgeschiedenis. En dat ging gelukkig best wel goed. Maar ik moet dus echt heel veel doen. En ik heb niks gedaan. Dus ik baal een beetje van mezelf. Maar dat ga ik zo meteen echt doen. Dus ja, hopelijk even een productief avondje houden. Het is vandaag woensdag. En ik heb een kusje op mijn wang. Dat komt nog van Tab. Ik kreeg kusjes van mensen met lippenstift, dus paniek. Maar goed, wij. Ik ben hier met Filip, Sam, Bjorn en Fritsie uit mijn klas. En we zijn in Utrecht, want we gaan vanavond gezellig naar Mamma Mia! Mamma Mia! Help, daar ga ik weer! Oh nee, kan je niet vergeten! Fantastische student van onze school speelt erin, Dana. Credits naar jou. En we krijgen een backstage tour. Of ja, moet ze dan niet, maar ik weet niet of ik dat mag vloggen. Maar denk wel dat Dana dat wel leuk vindt. Maar nu moeten we even eten zoeken, want we hebben honger. Moeten we op jacht naar eten. Dus ik wil eigenlijk gewoon Mackie. Mackie, maar ja. En anders doen we het, na de voorstelling. Ja, schat, dan gaan we wel McDrive pakken. Gingen zijn net dat je minder plaats moet. Doen we het na de voorstelling. En Fritsie, waar gaan we nu naartoe? Mamma Mia! En wat is dat van jou? Het is mijn eerste Nederlandse musical. Oh my god, Fritsie, haar eerste Nederlandse musical. Mamma Mia. Nou, we zitten hoor. Ja, klaar voor. Yeah. Jongens, even blij zijn. Yeah. Fritsie, dit is je eerste Nederlands musical die je gaat zien. Ja. Yeah. Yeah. Yay. Honey, honey. Ik weet niet meer. Haha. Honey, honey. Pa, 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 au. Het is nu pauze. En het is leuk. Ja, echt. I love it. Ja, ik vind het echt top. Ik geniet hier echt van. Het is allemaal lekker melodramatisch. Ik heb alles mee te zien. Ja, die vrouw naast mij ook. Ja. Die hoor ik net zo. Ik zo, yes, yes girl. Oeh, kijk nou toch. Moet je zien. Oh, ik zing het helemaal stuk om die badpark te zingen. Oh. Waar zijn we? Backstage. Vonden jullie deze niet heftig? Welke is dat? Alles past. Die is wel leuk, die is heel leuk. Ja, die is heerlijk. Ja, het past gewoon bij elkaar. Ja. Sam. Dit is toch echt, is het mijn kleur? Ja, absoluut. Is het wel mijn ding? Absoluut. Ja. Sam is ook wel leuk. Zo mooi. Oh, weet je hoe we moeten zoeken? Nou. We moeten kijken of mijn man zijn kleren vindt. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en gisteren was echt zo leuk. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien. Ik heb uiteindelijk bij de backstage tour niet zo heel veel gevlogd, omdat het gewoon echt even gezellig was met Dana. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh, misschien moet ik even wat filmen. Maar, dus ik heb echt bijna niks gefilmd. We mochten wel even op het podium staan. Daar is deze foto van. Dus dat was wel heel erg leuk. We waren echt wel een beetje een stel kleine kinderen, want we waren echt excited. Ik weet niet zo goed waarom, maar er zit ook yoghurt nog op mijn bek. Maar goed, het was in ieder geval echt heel erg leuk. Ik vond de show echt super leuk. Terwijl ik er vorig jaar eigenlijk nog een scheidhekel aan had. Ik vond Mamma Mia echt zo stom. En toen heb ik hem vorig jaar in Londen gezien. En nu weer hier. En nu kan ik de show toch echt wel, ja, ik weet niet, kan er wel van genieten. Ik vind het echt heerlijk. Het is echt zo lekker overdreven allemaal. En zo lekker
uber musical. En dat is gewoon, ja, ik weet niet, dat is toch gewoon fijn. En de liedjes van ABBA zijn natuurlijk sowieso altijd heel erg leuk om te horen. Dus ik heb er echt oprecht ontzettend van genoten. Vandaag heb ik solfège tentamen. Ik ga er met een hele open mindset in. Want ik denk niet dat ik het ga halen, maar you never know. Maar echt, ik heb er geen vertrouwen in. Nee. Maar goed. Hè? Anders doen we lekker een herkansing. No stress. Kan gewoon. En ik heb best wel weer een lange dag. Tot 7:15. Dus. Waterstraat. We zijn er ook al bijna, denk ik. Ja, we moeten zo meteen alweer uitzetten. Kees is achter de camera. Wij hebben net samen gegeten, maar nu moeten we alweer haasten, want we gaan vandaag naar Dumbo, de film. Ik ga even doorpraten, we moeten alweer uitstappen. En we hadden nog ijs en we moesten weg, dus toen heb ik het ijs meegenomen in de bus. Nu gaan we naar Dumbo. Yes! Samen met Bjorn en Dirk. Oh, even iets zien. Oh, even iets zien. Wat denk je dat ze gaat zeggen als ze dit terugziet? Niet zien niet, dus ik denk dat ze dan niet fijn. Dumbo was echt zo'n schattige film. I can't. Het was echt heel cute. Ja, echt een heel leuk avondje gehad. Dus ik ga nu snel slapen, want ik ben super moe. En ik krijg Snapchats. Zo, goedenavond. Het is vandaag vrijdag. En ik heb vandaag school gehad. En nu ga ik vanavond naar een feestje toe. Daar heb ik echt heel erg veel zin in, want ik heb echt even zin in een feestje. Dus ga ik echt intens van genieten even vanavond. Ik heb wel hoofdpijn. Ik heb wel 2 paracetamol ingenomen. Maar het wil maar niet weggaan. Maar goed, ik moet nu even mijn tanden poetsen en ik moet zo gaan. Dus ja. Was een leuk feestje, hè, jongens? Heerlijk. Lekker weer. Oh, jongens. Nee. Oh, jongens, het is helemaal dicht. Dat moeten we opnieuw doen. Yo, mensen. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja, man. Jullie kennen mij nog steeds. Luke Veron. Je weet het. En ik ben van alle tieners zeggen ja tegen Pamela. Als Pamela me vraagt, dan zeggen ze ja, want Pamela is hot. En lekker. Is hot. En lekker. Ik ben nu onderweg naar het station en ga ik naar huis. Helemaal klaar met jullie. Die moet je in je maar wat zei je dan? Ik heb geen vloer, maar ik heb aanleg. Vrouwen hebben maar één recht en dat is het aanrecht. Nee, dat moet echt niet. Nee, dit kan je gewoon niet maken. Dit staat nu op de vlog. Is dat wel kaal? En denk maar niet dat ik het eruit knip. Ik moet nu een excuses video opnemen. Ja, doe maar. Ik wil nu echt. Sorry. Eerlijk, die was goed, hè? Die was. Ik zeg in iedere vlog dat ik het moeilijk vind, maar ik vind het oprecht moeilijk. Nou, we zitten in de bus. Geen buschauffeur. Nou, heb je dat wel eens? Ik heb dat nooit meegemaakt. Dan kom ik in de bus. Er is geen buschauffeur. Ja, onbelievable. Onbegrijpelijk. Want waar gaat dit horen wel lef vandaan, hè? Vraag me daarna. Hij heeft verdomd veel lef, ja. Hij heeft verdomd veel lef om dat te doen. Dat komt maar nu op. We gaan bijna naar Londen. Ja. Ik ga nog niet. Ja. Ik ga nog niet. Oké. Tot zover. Tot morgen. Hola, het is vandaag zondag. En ik zet de camera heel eventjes zo neer. Want ik heb vandaag weer niks gevlogd. Ik ben vandaag naar Amsterdam gegaan. Of nee. Ik moest vandaag eerst steppen. En daarna ben ik naar Amsterdam gegaan. Want ik heb mijn MacBook naar de Apple Store gebracht. Want voor de mensen die vlogs een paar weken geleden hebben gezien. Die weten dat mijn laptop stuk is. Toen heb ik hem via iMac opgestuurd. Die wilden het niet onder de garantie doen. Dus toen ben ik naar de Apple Store gegaan vandaag. En die willen het gelukkig wel onder de garantie doen. Dus ja, het is allemaal gezeik. Allemaal echt heel kut. Maar goed, in ieder geval, ik heb hem nu dus eindelijk opgestuurd. En ik heb hem nu als het goed is binnen een weekje terug. En dan is mijn laptop eindelijk gemaakt. Maar goed, ik ben dus vandaag naar Amsterdam geweest. En ik heb een heel klein beetje geshopt. Het zijn niet hele boeiende dingen, maar ik dacht, ik laat het toch even zien, aangezien ik vandaag bijna niks heb gefilmd. Nou, ik heb wat dingetjes bij de Primark gehaald en bij de Brandy Melville. Dus ja, laten we beginnen met de Primark, want dat is het minst boeiend. Haar elastiekjes, dat had ik gewoon echt weer nodig. Normaal had ik echt een hele voorraad, maar nu is bijna alles verdwenen. Dus het was weer tijd om nieuwe te halen. Dan heb ik een setje onderbroeken, heel interessant. Was afgeprijsd van 7 euro voor 3 euro. En dit zijn de Brazilian onderbroeken. En dat is echt een hele grote aanrader. Die onderbroeken van de Primark zijn echt mega chill. Wat een verrassing. Nog meer onderbroeken. Ja, ik heb gewoon echt nieuwe onderbroeken nodig. Ik heb gewoon heel veel onderbroeken. Ja, ik weet niet of dit jullie iets boeit. Maar goed, ik heb heel veel onderbroeken die gewoon echt gewoon niet meer kunnen. Weet je wel? Het zijn van echt van die onderbroeken dat je denkt, ja, dit kan je gewoon niet meer aantrekken. Dat kan als je 13 bent, maar nu niet meer. En dan blijven we nog even in de onderbroeken sfeer. Maar ik heb ook nog deze
corrigerende onderbroek gekocht. En dat is niet omdat ik hem echt als onderbroek ga dragen. Maar dit is om als dansbroekje te dragen. Ik had dat nodig voor een voorstelling. En ja, die was 5 euro. En dan als laatste van de Primark heb ik deze superleuke scrunchie met zo'n touwtje eraan. Dat had ik nog niet. Ik heb heel veel scrunchies, maar dit heb ik nog niet. En ik vind dit wel heel erg schattig. Ja, en dan heb ik dus ook nog iets bij de Brandy Melville gekocht. En de Brandy blijft gewoon echt een van mijn favoriete kledingwinkels. Ik kom er niet meer zo vaak, omdat ik natuurlijk nu hier in Tilburg woon. Maar als ik er ben, dan... ja, ik weet niet. Het is gewoon altijd al mijn favoriete winkel geweest. Dus ik kon het gewoon niet laten om niet iets te kopen. Want ja. Nou, en wat ik heb gekocht is deze superleuke trui. Ik had deze al een paar keer gezien op de Instagram van Brandy. En ik wilde hem gewoon echt mega graag hebben. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. Ja, gewoon echt ontzettend blij mee. Dus hier ga ik vast weer heel veel plezier van beleven deze zomer. Dus ja. Oh, en die was trouwens 23 euro. Nou, en dat was eigenlijk alles wat ik had gekocht nu. Dus vet interessant. Ik ga zo meteen naar Kees. En Dirk is er ook. En Bjorn komt misschien ook nog. Dus dat is gezellig. Dus ja. Zo, ik was gisteren natuurlijk weer vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende weekvlog. Doei doeg!